Als het warm is, zorgt het lichaam ervoor dat het op dezelfde temperatuur blijft. Het lichaam koelt zich als het warm is door zweten en verdampen. Hoe kan de lichaamstemperatuur toch te hoog worden? Dat kan als u meer vocht verliest dan u drinkt. Er is dan uiteindelijk te weinig vocht om te verdampen. Uw koelsysteem werkt dan niet meer goed. Daardoor stijgt uw lichaamstemperatuur. Ook bij inspanning kan de temperatuur hoger worden. Dat komt doordat de spieren meer warmte maken dan de huid met zweten en verdamping kan afgeven. Daalt het lichaamsvocht heel sterk? Dan reageert uw lichaam met het dichtknijpen van de bloedvaatjes in uw huid. Uw huid wordt dan bleek en het zweten stopt. Uw lichaamstemperatuur kan dan zo hoog worden dat het misgaat. U kunt bijvoorbeeld in shock of bewusteloos raken. Zeker als u wat ouder bent, is het belangrijk om te weten wat u beter wel en niet kunt doen bij extreem warm weer. Ook voor baby's, peuters en kleuters is dat belangrijk. Zorg dat u genoeg drinkt, ook al heeft u geen dorst. Plast u minder dan u normaal doet? Of is uw urine donkergeel? Dan kunt u het beste wat extra drinken. Drink weinig alcohol. Door alcohol plast u meer en verliest u extra vocht. Neem een fles water mee als u een paar uur op pad gaat. Leg ook in uw auto een grote fles water. Staat u op een hete dag lang in de file, dan komt dat goed van pas. Houd u zelf koel. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw of draag in ieder geval een zonnehoed. Neem een koud voetbad of een lauwe douche. Leg af en toe een koele, natte handdoek in uw nek. Slaap onder een dunne deken of alleen een laken. Houd uw woning koel. Gebruik zonwering, een ventilator of eventueel zelfs airconditioning. Zorg in ieder geval voor luchtstroom door de ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten. Zet als het koeler is 's ochtends of 's avonds ramen en deuren wijd open voor frisse lucht. Doe dingen die veel energie kosten het liefst 's ochtends vroeg als het nog koel is. Doe alleen dan uw boodschappen, wandeling of sport. Als het 's avonds afkoelt kan dat ook, maar dan heeft u na een hete dag misschien minder energie.